Hatsi. Flatsi. Tijd om een kind te halen. Met het oog iets meer rust nemen. Na het einde van deze pregnancy toe. Ook al in de middag. Dus in de ochtend werken. En dan gewoon Frenkie ophalen van school. Dat doe ik niet vaak. Want ja, lange dagen. En hij vindt het leuk. Ik vind het leuk. Ik weet, het is natuurlijk een periode. Straks ga je met meer werken. Tenminste, die baby komt er ook uit. Wat ga ik doen dan? Neem ik die baby gewoon mee naar kantoor? Of doe ik kinderdagverblijf? Opvang, opa's en oma's. Ik heb er nog niet even over nagedacht. Is dat te laat? Het is nooit te laat. Nee, ik zeg altijd thuis zeggen dat je zorgt, dus wees dankbaar dat je er nu aan denkt. Dankjewel, ingeving, dat je komt, een keertje. We zullen dit hebben over timing, planning. Je bent er, daar gaat het om. En we gaan ook iets doen wat al een tijdje op de planning staat. Frank en ik houden van knutselen. Heel veel karton verzameld. Het grote ergernis van Res. Kan dit weg? Nee, dit moet iets worden, vriend. We gaan er hier iets van maken. Laat ons met rust. Tenminste, nee, laat het karton met rust. Res is niet echt een opruimer. Maar als iets in de weg staat, denk aan karton in de gang, vindt hij het vermoeiend. Maar als het zijn eigen sloffen zijn, theedoek die hij net heeft gebruikt, die dan zeg maar een halve dag op het aanrecht ligt, dat ziet hij niet. Maar als het wat groter is, dan vindt hij het, heeft hij moeite met een bocht nemen eromheen. Maar ja, karton, het is groot. We moeten ook iets groots maken. Frank en ik hebben in gedachten iets van een truck of zo. Ja, misschien kunnen we iets maken waar ik ook in pas. Een babytruck. Je weet toch monster truck, maar dan maken we een babytruck. Ja, inderdaad. Ik vind knutselen ook leuk. Misschien leuker dan mijn kind. Het is namelijk zo dat ik altijd het knutselen langer volhoud dan mijn kind. Maar dat heeft te maken met de spanningsboog. Die wordt langer naarmate hij ouder wordt, zeggen ze. Hoop ik, voor Frenkie nog. Anders moet hij een job zoeken waar hij waar staat. Half negen tot negen mentaliteit. Want dat is een beetje zijn spanningsboog. Voor nu. Maar wie weet wat de toekomst brengt. Ga je aan de andere kant erin, vriend? Nee, Lulu is niet mee. Oké, riemen vast. Ga maar zitten. Ik heb alles opgegeten. Heb je alles opgegeten? Ja, snap ik. Je lekkere reepje wat je van de verjaardag hebt gehad. Oké, dan haal je kind op. Zegt hij, mag ik spelen met Rafael? Maar Rafael heeft eerst even Russische les. Daarna breng ik hem 3:30, breng je bij hem thuis. En dan ga je mee naar atletiek ook nog eens. En avondeten. En avondeten, oké. Okay. En dat karton, dat laten we dan nog even voor een ander moment dat we gaan knutselen. Dat kunnen we doen nu. Een beginnetje maken. Een beginnetje. Ja, ja, oh, ik vind ja, lekker. Tik hem aan. Nice. Boem shakalaka. Boem shakalaka. Gaan we de groeten dan, hè? Ik zie je zo. Ja, ik zie je zo. Ik maak wel even een broodje dan. Ja, super. Gaan we het lekker steppen, hè? Ja, doei. 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 Groeten. Nou, dat meen je niet. Dat meen je niet. We parkeren die auto in en hij zegt, ik zie twee jongens daar. Ik zeg, ken je ze? Ja, ja, ja. Ik zeg, wil je voetballen daar? Ja, dat lijkt me leuk. Dus ik neem een step mee. Ze hebben al een bal, dus ik ga dan wel daar voetballen. En we knutselen wel een ander keertje. Zes jaar heb je ze maar dus. Zes jaar. Dan willen ze al los van je. Ik vind het veel te kort. Maar ik accepteer het. Kan ook niet anders. Ik kan huilen, dat klopt, ja. Hey mama. Ja, ik vind het helemaal niet. Ik heb een middagje vrij. En ik loop kleren te pakken, sportkleren. Ik moet jou horen. Je zit ook nog te zeggen dat je mijn haar moet netjes. Want ik ga trainen met Rafael. En ik heb me echt verheugd, man. Net zo lang. Maar ja. Echt grappig is die moeder, hè? Echt grappig is die moeder, ja. Man maakt zich klaar voor zijn eerste voetbaltraining. Ik zit gewoon te eten. Zo. Kijken naar babyspulletjes. Helemaal niet treurig of zo. Ik heb Lulu. Hè, liefie? Jij verlaat me niet, vriendin. Ja?
Ik weet dat je besties bent met Frankie en met de rest, maar ik wou jou hier. Dus better recognize. Stay true to the real leader. Ik denk dat sowieso Lulu echt het gevoel dat zij de baas is. Like in Bassie. Omdat nu met die avondklok is zij degene die ervoor zorgt dat we überhaupt nog buiten komen. In de avonduren. Dus die denkt ook. ik kan gewoon jullie neppen. Nou, neppen niet, maar ze kan wel. Dus kan zij. Het is toch niet normaal? Het plast en het knettert. Mijn god. Ik liet vandaag een paar windjes. Op het schoolplein. Ik baalde dat er geen wind stond, want het bleef hangen het oog ook om me heen. Mijn darmen. Het is niet meer, het is niet, nee, het is zo. Ze zijn helemaal in de war daar beneden met die ballon aan vruchtwater. Die het wegduwt. En dan eet ik ook nog eens broccoli, volgens mij ga je daar ook van ruften. Ga je een beetje gas krijgen van broccoli? En komen we achter later, hè, vanavond. Kan ik googlen, klopt. Ja. We kunnen ook gewoon wachten en kijken wat er gebeurt met ons humeur in bed als ik dat doe. Kan allemaal. Je ziet ook die baby. Die heeft echt een voorkeur voor rechts. Wacht, ik ga je laten zien. Kijk hier. Nu zie je, ziet het niet, maar hier. Die baby voelt zich de hele tijd hier aan deze kant. Rechts, een rechtsdragend persoon. En welke legging je ook draagt, het zit strak hieronder. Wow. Ik vertik het toch? Pregnancy clothing te halen. Niet dat ik me ga schamen, maar het is gewoon, wanneer doe je dat aan? Daarna nog, nooit. Ja, om het over je borsten heen te trekken. Leuk als catsuit, alleen dan een beetje flubberig rond de taille. Dus dat is, doe je niet. Zonde ook. Van je geld, vind ik echt. Zonde van je doekoes. Maar het zit waarschijnlijk wel een stuk lekkerder, dus. Zo moet ik eentje halen, één zo'n legging. Gewoon eentje voor de lekker. Moe van, nee jongen. Zoveel spelen met je mattie. Hij mocht mee naar de atletiekbaan. De atletiekbaan. Zoals Frenkie het noemt, atletiek. En bij atletiek doen ze ook aan rondjes rennen. Hij zegt, ik moet zeggen, 100 miljard kilometers. En hij was tweede geworden. Dus, snelle boy. Je weet toch? Dat is die angst waar ik over vertelde. Wees bang voor je moeder, ren snel. En ook gewoon de benen van zijn vader. Jij had het over verantwoord snacken. Wat gaan we doen? Wat gaan we eten? Een paar nootjes en... paar nootjes, ja. Niet, maar popcorn. Hoe dat mag, maar dat is allemaal nog verantwoord en zo. De popcorn is lekker. Is het ook voor deze zwangere meid? Of is het eigenlijk... Maar eentje, je gaat zeggen nu meer. Ja, ja, maar ik kan hier niet bij. Dus... Dan is het alleen maar veilig. Oh, in die volgende keuken wil ik ook zo'n krukje. Dat je zo even zo heel zo mini zo... Oh, jongens. Ik ben wel een beetje huiverig voor wat Frankie... Nee, niet voor Frankie, maar die tekeningen. Die gaan allemaal loose in the sky. Ik ben echt benieuwd naar Frankie Cecito. Oh ja, we hebben de uitslag van Cecito-test. Waar moeten we kijken? Ik, echt. Ja, met die moeders contact, dus even met ze. Oké, ik moet gewoon even met die moeders. Hey, yo, ik ben niet on... Ik kan ze ook wel bellen, die schatjes van. Nee, maar anders lijk ik zo niet betrokken van, hey, staat het dan niet zo zijn, nee. Ze kennen ons echt wel, al die ouders van, oké, ja, zijn ouders spreken niet. Niet waar! Hoe vaak is hij zonder dingen naar school gegaan, zonder klas? Zeg niet we, zeg jij. Nou, ze zien ons toch echt als een team. Ja, maar op een of andere manier faal jij alleen op dat vlak, want ik bij mij nooit tekort. Genoeg eten, genoeg drinken, gymspullen, de hele bende. Moet je dit mee, moet je dat, oh, dat papiertje, oh, die man. En jij komt altijd terug met zweet op je neus. Ja, ik was het vergeten. Is dat mijn snuifgeluid? Ja. En dit komt er doorheen. Ja, hoe moet ik dat nog gewoon laten lopen? Nou, deze. Ik moet kijken of de koptelefoon past. Oh jee. Jeetje, sorry, het hele decor. Oh, gaat helemaal niet goed dit. Oh ja, dit is lekker, want ik heb hem al een spelen met de lijn. Lof dat. Die andere twee kussentjes, die moesten... Oeh! Ja! Hey! Ik heb gisteren gevoetbald. Nobody cares! Nobody cares! Speech, 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 speech! Woep, woep, woep! Nou, omdat je het zo lief vraagt. nou, we hebben deze gebakjes gehaald. En het is met de reden natuurlijk. Dat is omdat wij... vaak altijd meer en meer en meer willen. Dus vind ik ook wel dat er soms een moment moet zijn om te genieten en stil te staan bij wat je bereikt. Hoogtepuntjes stellen. Ja,
Dus dit is ook zo'n moment. We hebben met de podcast binnen twee dagen stonden we op nummer 1 trending in Spotify. We staan nu inmiddels op nummer 56. Sommige mensen zullen zeggen, nou, wat goed. Wij zeggen, wij vinden het echt fucking goed. Maar we zijn vooral trots op wat we hebben gemaakt. Precies. En niet alleen met ons tweeën. Want het is ook vaak zo dat mensen die kijken en die ons supporten, die zien vaak de mensen voor de camera. Maar niet de mensen die achter de camera misschien nog wel harder werken. Dankjewel jongens. En laten we nog meer leuke dingen maken. Nice. Woehoe! Kijk, nu wordt het pas echt kijk, die handjes over de zijde, ja? Wie gaat die taart verdelen? Ik heb wel trek in eigenlijk. Nou, hup, hup, hup. Hey! Nou, crap, people. Nou, jongens, waarom doet iedereen zo terughoudend? Gewoon pakken. Oké, lekker. Met cheers. Proost. 0-0 op de top. Proost. Nummer 7 en 8. 8 en 9 staan erop. Ja, lekker wel. Goede items. Dat moet nog maar uitwijzen. Goede onderwerpen. Ja, goede onderwerpen. Is echt met leuke gasten ook. Ja, ik ga het dus niet verklappen, want ik denk dat ga ik vertellen. Ik ga het dus niet vertellen. Maar ik ben heel erg nieuwsgierig wat zij van de kijkersvraag van deze week vinden. Jongens! Lars, wat wil je liever? Kunnen vliegen of ademen onder water? Kunnen vliegen, want dan kom ik Wesley niet tegen met zijn vliegangst. Goeie, hè? Adem onder water. Omdat? Dan ga ik onder water zwemmen naar andere landen. Hoef ik niet meer te vliegen. Dan ga ik ook hele mooie vissen zien. En dan ga ik waarschijnlijk ook vissoorten zien die... waarvan we niet wisten dat ze leefden. Maar niet omdat, je kan nu ook al lopen, toch? Dan kan je toch ook gewoon... Nee, maar nu kan ik toch onder water ademen? Ja, maar deze... Dan ga ik helemaal naar de bodem in de oceaan. Dan ga ik echt vissen zien die je nog nooit hebt gezien. Dat klopt, maar jij doet dan net alsof je onder water, als je kan ademen, dat je in één keer niet uitgeput kan raken van zoveel duizend kilometers. Nou, dan rust ik toch even, maar dan ga ik daarna weer door. Lange reis, maar het gaat me wel lukken. Waarom ben je nog nooit gelopen dan op vakantie? Hè? Omdat ik, als ik naar Azië wil, kan ik toch niet lopen? Er zit toch water tussen? Oh ja, maar dan kan je ook overheen vliegen, toch? Dus dan liever zo het water in lopen. Waarom ga je nou mij vragen? Dit beantwoord. Kunnen vliegen. Omdat? Dat lijkt me wel cool als je gewoon staat en dat je dan, dat ik nu de lucht in ga of zo. De lucht om je. Dat je van mensen kan vluchten en zo heel snel. Ik wil wel de enige zijn die kan vliegen, niet de rest. Ja, dat wel. Ja. Lars mag niet meer. Nee, Lars mag niet meer kunnen vliegen. Nou, ik wou eigenlijk zeggen, ligt heel erg aan hoe snel vlieg ik of hoe snel zwem ik. Klopt. Dat vind ik wel belangrijk. Zo snel als je nu rent. Langzaam. Ja, dat is niet zo snel. Nou, dan ga ik wel onder water. Dat vind ik dan leuker. Samen met Wesley lekker. Ja, lekker zwemmen. Lekker kijken naar de visjes. Ja, ik heb Aquaman gezien. Dat vond ik heel tof. Die film was kut, maar ik vond het scenario leuk. Kom dan. Ja, ga je broer ophalen. Ja toch. Jij kan meteen even de benen strekken. Opa, jij kookt altijd uit. Zeg, nee, ik kook meestal die broccoli soep. Maar misschien kan u dit wel elke dag eten als u juist ja. Vind je het zo lekker dat je het elke dag kan eten? Nou, je zou ook een beetje van genoeg hebben, denk ik. Maar een tijdje. Iedere dag hetzelfde is ook niks. Nee. Afwisselen. Dan weer dit, dan weer dat. Dan weer een soep van opa. Nee. Wat niemand zegt. Frenkie, wil je het terugleggen? Mag ik even foto doen? Nee, Frenkie, wil je het terugleggen? Maar ik wil even een foto doen hier. Alles maar. Heel goed, gehoorzaam. Niet aanrakend. Handje op tafel. Netjes. Wat is het? Je draagt me altijd uit. Het wordt te veel om kibbeling, appelgebak en straks eten. Dus daarom heb ik niets gezegd over kibbeling. Maar ik dacht, laat me zien als hij zich gaat herinneren van opa kibbeling. Ja, je hebt niks gezegd? Heb ik niets gezegd, was hij en heeft het ook niet gemist. Maar je hebt nu alles wel gegeten, dus... Huh? Heb je nog trek? Ja. Wil je nog? In een toetje. Oh, toetje. Moet het meteen? Wat dan? Moet je het toetje meteen? Is je het toetje meteen? Misschien als ik thuis ben. Waarom stel je altijd alles uit? Dit is het. Nu. Je mag je toetje hier op eten. Ja, ga het eten gewoon hier. Oké, dat is goed. Ja? Dan pak ik het wel uit de koelkast, maar. Je bent niet zo lang, schat. Dat je dat gaat het niet lekker? Je gaat zien. Nou, nee, dat gaat niet. Vindt u niet lekker? Ken je deze? R-O-J.
Rolo. Maar je moet ook een beetje water drinken. Heb je gedronken? Je drinkt net als hoe ik altijd water drink. Je zuigt het echt uit het gat. Ja. Zo, lekker drogen. Kom, bang voor ofzo. Niemand per se. Je wil Pie dan? Neef is bang voor mij. Hij wel. Ja, ik zie je wel, neef. Ik zie je wel. Gaat het om bang zijn voor je eigen vrienden? Dat lijkt ja, me helemaal niet. Ja, bang. Het moet. Waarom? Want ik heb een grote pistool. En daar gaat hij bang voor zijn. En ik kan harder dan een andere pistool die hij heeft. En dan ga je naar de schiervallen. Ik vind dit vind ik indrukwekkender dan een pistool. Als ik heel eerlijk ben. Oh, dat is echt goed. Ja, ben je blij met de progressie? Is het nou je spier of je pees? Nee, nu nog even. Dat is later niet. Spierballen? Ja. Kijk. Oeh. En natuurlijk, zelfliefde, altijd belangrijk. Love dat. Dit ook. Ik ga ook zo meteen nog oorsporten, hè. Je gaat nu gewoon naar bed. Hoe kom je erbij? Ik ga drukken. Oh, imponerend. Op verzoek van jou, vroeg naar bed. Vroeger naar bed. Dat rusten. Dat is het. Ik ga ook zo. Moet jij nog veel doen? Beetje. Bikkel dat je er bent. Aha. Je merkt dat we allebei in de mode zijn, Res en ik. We gaan door. Maar er komt ook een momentje aan, als die baby er is, Res, dan ga jij ook minder doen, want je bent ook wat meer vermoeid. Want het is, hoeveel dagen krijgt de man nu ook verlof voor de baby? Mocht je het niet weten, schat, we werken voor onszelf. Het is ligt eraan wat ik mezelf geef. Oké, maar... Ja. Maar je moet mee met de tijd, toch? Ja, maar nogmaals, we werken voor onszelf, dus wij bepalen zelf wanneer we met verlof gaan en ook wanneer we weer gaan werken. Maar wat had je gedacht? Wat voor tijd wil je jezelf geven? Nou, ik ga gewoon net zoals hoe met Frenkie Dien, wanneer ik het wil. Dus als ik zie dat... Nee, toen de koel kreeg je maar 2 dagen van... Nee, maar nu net als met Frenkie Dien. Het is gewoon... Oh! Wanneer ik denk... als ik zie, ik moet nu vrij hebben, omdat we kunnen niet of zo. Ja. Dan ben ik gewoon zo aan het werk. Of met de kleine of zo. Alles wijst zichzelf wel altijd. Ja. Nee, je gaat niet al het eten dat je ziet eten. Okay. Is dat nou echt een kabel? Ik ga het eten. Proef gewoon. Proef, want je weet niet hoe het smaakt. Ik heb er nog nooit zo mee gehad. Ik zag laatst, het is niet heel heftig, maar ik deed zeg maar dit zo voor de spiegel. En toen zag ik een beetje zo'n chubbytje hier. Schat, nee, maar laat me praten. Ja, ik laat je praten. Gewoon een kleine, nu zie je een spiertje ook hier. Zeg lief, maar niet heftig. Maar je zag het wel. Licht vallen en zo, dacht ik echt, oké, girl, yes, je eet lekker. En ik voel me ook helemaal niet lullig, hè? Ja, van eten word je heel gelukkig, dus ik denk niet dat je heel snel ongelukkig bent. Ja, nee, als er één ding is wat eten met je doet, dan is het wel, het maakt je heel gelukkig. Heel gelukkig, ja. Op het moment, maar altijd wel, maar op het moment zeker, ja. Ik kan het helpen. Nu weet ik een beetje hoe jij je voelt, want jij bent best wel een emotionele eter, eerlijk. Ik heb een thema misschien voor onze podcast nog eentje. Misschien stel we willen ooit een bonus doen. Ja? Een thema, succes. Ja? Oh, carrière, succes. Ja, leuk. Veel over te zeggen. Ja, want sowieso succes is altijd zo'n betrekkelijk woord. Mensen vinden mij succesvol omdat je dan een dikke auto rijdt of... Mensen zien succes vaak aan waarde van je spullen. Maar de kleermaker die 1 zaak heeft en ontzettend blij is met wat je bereikt, zien mensen niet als succes. Snap je? Ja. Dat vind ik altijd het weer, zo... Het is ook weer relatief, hè? Betrekkelijk. Wat is het? Wat is succes voor jou? Ja. Jeetje, wat ziet het er lekker uit, zeg. Oh! Gaat lekker. Oei. Oké, ik ga naar bed, want dit gaat echt niet goed. Ik ga helemaal naar bed. Naar bed, zei Duivelot. Kijk mijn strip. Ik heb het zelf gemaakt, hè. Weet je hoe lang ik deze moest maken? Kijk, hè. Wauw. Goed, hè? Waar gaat het over? De monster. Het monster. En dit is een superheld en ik heb het zelf gemaakt. Nice. Ga nog meer bladzijden in maken. Oh ja, nu heb je weet ik het weer hoe je strip moet maken. Oh ja. Zo, bla 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 bla. En zo'n dikke boek en ik ga nog 50 bladzijden in doen. Toch, mama? Ja, als jij dat wil, jongen. Hou jezelf lekker bezig. Zullen we dan zelf maken? Ja, oké. Ik
met jou, die 500 bladzijden? Ja, omdat jij bent toch een kunstenaar? Ja. Ja, klopt. Dus dan moet je wel. Oh, lichte dwang. Is het nou zo dat als die kleine er is, dat we dan gewoon ervoor gaan zorgen dat... Jij gaat gewoon trainen en dat de kleine in de buggy aan het slapen is erbij? Toch? Het trainen gaat gewoon in door? In de gym? Ja. Dat kan. Ik bedoel, kijk, wij hebben wel een relaxed gym daar waar mogelijkheden zijn. Dat denk ik wel. Met Frenkie ging ook heel vroeg al gewoon, ging je gewoon mee naar trainen. Niet een baby. Nee, maar wel anderhalf of zo, twee? Ja, maar je hebt het nu van baby, die zit nog... Weet ik, maar we hebben het dus ja, gedaan. Ja. Ik vind het altijd mooi dat jij altijd op de details gaat. Hoe gaan we het doen met de baby? De baby is de eerste 12 maanden. Dat is groen. Echt, ik hoef eigenlijk niets meer te doen. Jij let overal op. Nou, het gaat... Ik vind sowieso dit moeilijk met de camera en rijden en alles tegelijk. Maar ik moet rijden, jij moet met de camera. En ik moet ook nog mascara opdoen. Time efficiëntie. Wat is de vraag? Ik denk niet dat je iedere keer je baby meeneemt met trainen. Want hij gaat huilen en dan ben je afgeleid. Dat je midden in ja, het ding... Ja, niet elke keer, maar het zou dus wel kunnen. Ik zeg jou, dat is puur nood. Niet omdat het kan. Je kan je baby wel meenemen naar kantoor. Dat kan weer wel. Wij zijn daar de baas. Maar in een gym, waar ook iemand anders nog in een privé sessie hebt, kan ik niet met mijn kind meenemen, vind ik. Oké. Maar als wij als eentje trainen en wij zijn met z'n tweetjes, we wachten op elkaar. Stel, we doen een uurtje weer voor na elkaar, toch? Wat we ook vaak deden. Dan zeg ik wel doen. Want als dan hoef jij niet afgeleid te raken als die baby zijn speentje uit doet of niet of van het geluidje maakt. Ja. Want je bent aan het trainen. Ja. En als je kindje een geluidje maakt, wil je toch kijken, toch? Ja. Dus dat zou kunnen als we met z'n tweetjes trainen wel. Ja, klopt. En het is ook nog gezellig. Want met z'n tweeën trainen dan wacht hij altijd even 3/4 uurtje en dan wacht ik op jou 3/4 uurtje. Ja, klopt. Ja, toch. Ik heb een groente smoothie. Het is wel een groep die binnenkomt, zie ik zo voor me nu. Frenkie, Dien, papa, mama en nog een buggy en een kleine. En nog. Het is wel veel voor mensen. Zeker. Als wij aankomen, dan denk ik wel dat ze een zo. Ben ik nou een engel of... Ja, door de zon. Ik denk het, ja. Toch, maar dat lijkt me wel... Hey, mama, we brengen even de kinderen. En Lulu. En alle meuk die erbij komt kijken, want je hebt voeding. Ik voorzie geen problemen daar. Nee. Het woord probleem heb ik niet genoemd. Nee, maar het is wel inderdaad veel. Ja, je brengt veel. Het is gewoon even een constatering. Gewoon openslaande deuren moet je gewoon telkens doen. Niet die enkele, gewoon doen we die dubbele deur. Ja. Ja, lieverd, ik heb al de trek. Ik heb soms, dat wou ik zeggen, een groente smoothie fruitbende op. Maar ik denk nu echt, mijn maagsap hebben het al weer lang verteerd en helemaal weg is het. Ja, dan moet je gewoon eten, maar dan geen muisjes of zo. Of chocolade, pasta of een broodje. Nee. Gewoon die vegetarische vega. Dat soort dingen. Amerikaan met een tomaat. Want je gaat een keer met die muisjes. Voor en na. Nee, valt mee, want muisjes mag je niet veel. Er zit een ijs in, dus je doet af en toe drie beschuitjes in de week verdeel ik. Ja, nee. Maar dan los ik het weer op dat je op dat. Voor de andere dagen doe je weer aanslag. Klopt. Ja, ik wou net zeggen. Je doet nou... Ja, oké, okay, goed gecorrigeerd. Ja, dit hoor je wel, hè? Mooi, ze hebben dat zo veel. Heel even in de pauze. Dit krijgen we er niet uit qua geluid. Kijk ons nou kijken hoe ze een boom omzagen. Nog nooit zo gefocust op. En? Zijn dit alle takken? Zijn alle takken al? Dan gaan ze nou ook meteen een tipi ervan maken? Of... Oh, daar gaat hij. Gang! Tjonge jongen zeg. Dat krijg je als je opneemt. Platte land! Mensen zijn aan het werk. Ook aan het werk. Ik praat helemaal met een boers accent. We moeten ook het werk van deze mensen accepteren en respecteren. Ja, wat ga je dan doen? Ja, smeer je maar even een bammetje. Een beschuitje. Serieus? Zo, truitje aan hoor, Res. Ja. Oh, jouw klotje is ook leuk, zie ik nu. Is dat weer van je mobiel, vriend? We zijn gewoon aan het werk, hè? Ja, inmiddels. Zeker is werk, hè? Influencer dat je er bent. Dit is de daily story weer, hè? Nou. Oké. Ik heb een storytje gepost met de vraag of iemand een architect kent of is. Om aan te dragen, omdat wij zijn aan het kijken voor een ander kantoor. En we groeien, maar we willen het ook helemaal indelen naar onze hand. Nou kijk ik heel veel naar plaatjes op Pinterest, maar ik heb helemaal geen bestand van. Het is wel iets anders dan even met een Lego
blokje iets in elkaar bouwen. Rest heeft sowieso heel erg moeite. Die kan nu nog kijken naar de tekeningen van zijn keuken. Van wat, waar is ze zo weer het badkamer? Nee, de badkamer is sowieso ander verdiepen. Vaatwasser. Dus, maar ik ben er ook niet heel goed. Je wil wel dat het veilig is. Als je daar, zit je nou weer te snoepen? Pak je nou een reepie? Matthijs? Je zit gewoon weer te snoepen daar, hè? Zo'n reepie. Lekker zo'n reepie. Of de maïs. Wat heb je? Oh, een lion. Nou, oh. Lars kijkt ook echt vol bewondering hoe je het... Oh. Ja, wat zit je nou? Ik zag net ook een paar papiertjes naast jou liggen, hè, vriend? Dus je kan wel stoer doen. Maar jij hebt daar gewoon een voorraadje, sukkel. Ja, dit is het laatste. Ja. Kijk, altijd het laatste check, zijn we vergeten. Ik wou zeggen, jij hebt mijn telefoon, want ik zocht mijne. Ik heb jou er nu mee genomen. Maar je hebt dus niet alles. Als je kijkt, dan zie je dus de telefoon. Ik heb ze nu allebei. Oh, de laatste, jongens, zit erop. Van het seizoen. We gaan wel een tweede maken. Denk het wel, tweede seizoen. Was echt leuk. Enig. Af en toe hebben we ook gevraagd, als, ja, dus vandaag ook, hè. Een boom weer omgezaagd. Dat is dan buiten haar om. Maar soms waren ze hier bezig, goed erf, ja. Iets moest gelapt worden of een dakpan rechtgetrokken. Zeiden we, ik kan heel even stil. En zeiden, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Dus nou, hij was wel echt chill. Kijk, de grote Daggo. Kijk hoe nieuwsgierig zijn. Hallo, Daggoetje. Hi. Is dit een gevalletje groot en spannend, of? Oké, okay. Gaat wel mis hier. De gezellige ponies en het gechilp van de vogels. Ik denk ook wel dat de locatie heeft meegedragen. Geholpen aan het feit dat we hier zo'n fijne opnames hebben gehad. En eerlijk, je zal hier maar wonen. Hé. Dat zijn allemaal van die hele schattige huisjes. Ik vind het heel cute. Oh, ik hou van Amsterdam, maar meer rust? Oh, lekker zou ook wel lekker zijn. Maar ik denk dat ik dan gewoon meer rust wil in Amsterdam. Zijn in Amsterdam ook plekken waar je... meer gras hebben en groen. Iedereen denkt altijd, oh Amsterdam, iedereen de grachten en druk. Nee, wij kunnen ook rustige plekjes opzoeken. Ik heb ze nu gevonden, maar het was wel ergens. En hij heeft zoveel zin in atletiek. Ja, morgen. Morgen heeft hij dat. Ja, morgen heeft hij atletiek training. Ja, echt, deze boy heeft zo'n lekkere leventje als het gaat om allerlei verschillende dingen. Die hebben goed. Maar hij vindt het ook leuk. Dus dat is wel leuk. Ja, zeker. Hi. Jullie zijn al boven. Nou, kom maar binnen. Freek, hoe ging ik voetbal? Waarom zo Mattie-achtig? Oké. Maar vertel, Brianna, hoe ging het? Voetballen ging flexie, hè, hoor ik. Slidings en de bende. Terug naar school. Getackled. En toen gelijk scoren. Om de keeper was helemaal bij ons goal. Dit is gewoon zo school. Je had gewoon vrij spel. Nice, man. Lekker. Ja, hij zei dat heel goed ging. Dat was 9-0. Dat is een goede score. Wauw. Hey, opbouw jij. Kijk, dit is je matras. Ja, dit is een lekker. Eerst even hoe die zit. Even oeh. Het is best nog wel een legit stoeltje gewoon. Dit is best nog wel. Kijk, er zijn twee mensen op ook. Twee man. Twee man gewoon. Oeh, wacht. Niet liefde. Oh. Niet lekker. Waar ga je slapen, Frankie? Waar? Nou, ik denk in de slaapkamer, hè? Kijk, ik ga. Wat een uitkomst, gewoon aan de grond. Frank, kom eens liggen hierop. Ik weet waar ik ga hier. Frank, kom eens liggen. Lulu. Laat zien of je past. Ja, ik doe het sowieso. Oh, lekker man. Kijk, ga een beetje draaien. Draai een beetje. Ga liggen. Er is een kans wel dat hij gewoon naast dat matrasje ligt morgen. Zo half. Ja, er is een kansje. Toppie. Lekker met de meid. Ja. Lulu blijft alleen niet. Die gaat niet. Doe zachtjes met hem. Oh, zie je? Nee. Zie je? Het was. Gaat-ie? Gaat het? Liefie. Oh. Het is niet hard. Nou, voor haar was het hard. Voor haar ging er even iets in het keer. Precies. Gaat-ie? Ja. Yeah. Was dit dan pijn? Nee, toch? Oké, dan maar. Papa, ik denk wel dat het Nederlandse elftal wil gaan winnen. Toch, papa? Denk je dat ook? Het Nederlandse elftal gaat winnen. Goed zo! Het zou kunnen. Zou kunnen, we staan 3-0 achter. Van Turkije. De kans is super klein. Ja, eerst de helft. Mama, kijk. Ik zie het niet gebeuren, jongens. Ik zie het niet gebeuren. Mama, filmen. Oh, hè? Wil je? Ik moet zeggen, met twee podcastjes opnemen ter afleveringen. Dan ben je wel een beetje eraf, hoor. Ja.
Frankie, laten we hier even lekker slapen. Vindt hij gezellig. En omdat we vanavond best wel veel moeten doorwerken. Ja, dat is eigenlijk. Ik moet het gewoon best wel nog wel doen. Dan is het fijn dat je familie hebt. Dan is het echt een blessing. Die zeggen, oh, dan doen wij het toch morgenochtend hem op school. Echt. Ik wil niet zeggen, vraag je ouders, mocht je nu jong zijn, maak veel broertjes en zusjes voor de toekomst. Dat is handig voor de neven en nichten en de tantes en ooms activiteiten. Maar het scheelt wel. En als je geen broer of zus hebt, dan gewoon besties maken. En dan zeg je gewoon, friends are the family we choose. Ja, liefie? Wat dan? Dit. 3, 2, 1, slide! Je kan ook zo glijden. Doe zo glijden. Buiksliding. Ja, kom. Juist! Loeloe, met gewoon onderschept. Wauw, we zijn helemaal hier. Heb je een leuke of een goede architect gevonden? Oh, heel veel berichtjes binnengekregen. Yes, thanks for asking. Jezus, ik zit te kijken naar het goede hoofd van Tabitha. Moet je het misschien niet offline halen dan het bericht? En zeggen, ik heb genoeg, thanks. Oh ja, kan ik zo doen. Ze blijven binnenkomen als je zegt, ik heb genoeg. Ik heb gewoon een paar mensen waarvan ik wat toegestuurd heb van, hey, dit en dit, dit is wat we willen, want die hebben vragen. Oké. Ja, ik laat gewoon even staan, joh. Oké. Dat vind ik helemaal niet zo heftig. Oh, maar kijk wat ze zegt. Zangeres Tabitha trekt zich niet aan van wat anderen vinden. Zag je hoe dat boekje omhoog ging? Bumpy rijdt hieronder. Ja. Ik ben jarenlang gepest geweest met mijn volle lippen. Wat heftig. Dat je daar gepest mee wordt met volle lippen, hé. Nou, dat is niet iets van 2021, kan ik vertellen, of 20. Je wordt nu gepest als je geen lippen hebt. Dan zeggen ze, nou, tandenstokertje. Boven het bekkie. Ja, heftig, hè? Nee, ik vind het echt prachtig. Heel leuk. Jongens, hoe laat is het? We hebben echt kapot lang doorgewerkt. 2 uur, zei je toch? Hallo. Hm? Ik kan niet vragen van mijn vriend. Man. Het is nu 2 uur, ja. We gaan over bed. Maar ik vind het toch even lekker. Even een magazine lezen. Vind je dat niet lekker af en toe dat je een beetje... Nee, om 2 uur vind ik het lekker als je je mond houdt. Het licht uit doet. Even kijken naar een ketting. Even gewoon lachen. Even gewoon... Het is trouwens wel een heel schattig katje, hè? Ja. Zie je echt de hormonen? Je moet niet kijken sowieso. Ik probeer me weg te houden van online shops. Ik zie je, ik wil bijna die alpaca vragen, heb je die nog te koop? Enig, oh wat schattig. Hoe zit een damhert? Nou, het is heel veel heel fluffy. Het lijkt bijna nep. Is dit? Dit is toch niet, is dit echt? Is dit echt? Is ze echt met het beest op de foto? De foto is niet beest? Nee, dat kan toch niet echt zijn, want je kijkt hoe groot die ogen zijn. Nou, oké, dat zou heel goed kunnen. Nou ja, in ieder geval, bedankt weer. Bedankt voor het kijken, bedankt voor jullie liefde. Ik ga het gewoon even een paar keer doen. Iets vaker moet ik bedanken. Ik was vandaag in de podcast een beetje streng voor Res. Het ging over, dat maakt niet uit, maar ik heb hem echt gezegd. Vanaf nu ga jij het anders doen. Morgenochtend ga jij dat toepassen in je leven, hè, wat we besproken hebben. Nee, andere dag. Ik ga nog slapen. Nee, wat hebben we besproken? Oké. Ik wil slapen nu, echt serieus. Is goed. Luister naar de podcast. Dit is wel de laatste aflevering van het seizoen, dus het duurt nog eventjes, maar... Wesley wil meer rust in zijn leven, dus ik heb gezegd, begin je dag anders dan hoe je het nu doet. Ik denk dat 85% van de mensen hun dag zo begint. Dus heel veel mensen aan de andere kant van het scherm zullen zich nu iedereen herkennen. Ik ga het niet zeggen. Ga maar los in de comments, waar jij denkt dat waar ik het over heb. Hoe beginnen heel veel mensen hun dag? Het eerste wat je doet als je wakker wordt, naast die wekker uitzetten. Inderdaad, is dat goed voor je om zo je dag te beginnen? Lijkt me niet. Maar we gaan slapen, je hebt helemaal gelijk. Kom bijna niet meer naar voren. Wat erg. Oh. Rond en beurs. En ook 5. Maar lijk in, houterig. Niet die variant, helaas, binnenkaas.